deze nieuwe kleur. Die hebben we zelf ontworpen, deze kleur. Wat heb je daarvoor lekker? Kijk, kijk. Ja. En dan nog wat kipfilet. Lekker hakken, schat. En hele goedemorgen. En leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag maandag en het is 18 januari. 18 maart bedoel ik. Eentje. Ik ben wakker geworden bij mijn ouders thuis. Want ik ben deze week even in Leeuwarden. Omdat er veel moet gebeuren voor de voorbereidingen van Beursvrouw. Aankomend weekend is Beursvrouw. Dus er moet gewoon heel veel voorbereid worden. We staan met Fashion Mama Slani in mijn webshop. Staan we op Beursvrouw met al onze kleding. En ik heb er super veel zin in. Vorig jaar was het echt een groot succes. Maar toen dacht ik wel, oké, we hebben echt te weinig voorraad. Dus we hebben nu mega veel voorraad. Maar alles moet gewoon netjes hangen. Alles moet nog gestoomd worden. Alles moet een plekje krijgen. Maar het kutte is, kijk mijn oog. Wacht. Gaan we weer. Echt serieus, gaan we weer. Oh, maar wat het kutte daarmee is. Het is natuurlijk en een rot gevoel. En het lijkt alsof je de hele dag huilt. Want ik had laatst, toen ik het ook had, hadden we zo'n meet and greet bij Jill Store. Met ook van die meiden van Ex on the Beach en zo. En toen zeiden allemaal van die meisjes die dan voor ons kwamen, zeiden de hele tijd, heb je gehuild, heb je gehuild. En dat wil ik met Beursvrouw echt niet. Ik wil het echt gewoon met rust laten, ik weet niet wat ik moet doen. Zoveel mogelijk zonnebril op. En ik ga nu even oogdruppels halen. Ik ga nu even de oogdruppels halen bij de kruidvat. Maar oh, ik kan hier echt gewoon van wakker liggen. Omdat ik het gewoon echt kut vind. Precies nu, weet je wel. Verschrikkelijk. Nou, we zijn aangekomen op kantoor. Long time no see. Maar mama die heeft heel de week al voorbereidingen gedaan voor de beurs. Dus het staat hier echt prop en prop vol, jongens. Bereid je voor dit shot. Oh my god, het staat hier zo vol. Maar dit gaat dus allemaal worden verkocht op de beurs. Ik kan echt niet wachten. Allemaal gekleurde pakken. We hebben ze hier ook even uitgehangen. Oh cool, deze gaan we ook ophangen. Fashion by Melani. Er staat een season switch in denim. En dan is de QR-code naar de website. Ja. Vet hoor. Top hè. Heel cool. Heel gaaf. Maar in ieder geval, ja, thanks to mijn zus. Die heeft hij gemaakt. Hele mooie lichtroze kleurtjes hebben we. Ook lichtroze shorts. Skorts. Pantalons. Deze nieuwe kleur. Die hebben we zelf ontworpen. Deze kleur. Echt super mooi. Dan hebben we nog zwarte broekrokjes. Zwarte pantalons. Zwarte blazers. Ook ecru. Hebben we maar twee maten van die zwarte blazers? Ja, dat hebben we binnengekregen. Maar we hebben natuurlijk. We hebben nog. We hebben nog wel. Ja, oké. Okay. Dan moeten we dat nog even regelen. De cropped blazers, ook super leuk. We hebben net wat van die kortere blazertjes. Ook wow, zit niet helemaal goed. Super leuk voor bij een skort of een pantalon. Nou, ecru, kobaltblauw, oudroze, wit. Daar hebben we hierachter nog violet. Er komt ook nog emerald groen bij. Wat leuke teddyjasjes die we daar willen ophangen. We hebben hier allemaal denim uits nog. Hele mooie spijkerbroeken. Denim gilets, denim jumpsuits. Moet nog heel veel gebeuren. Allemaal mooie blousjes, mooie lela topjes. Dus we krijgen het druk. Allemaal mooie tasjes ook nog. Ook nog die Lulu tops, hè? Die moeten we ook nog ophangen. Ja. Die witte kant topjes. Nou, let's do. Ik heb hier ook even oogdruppels gehaald voor mijn ontstoken oogjes. Dus dat is waar we aan geloven, maar ik vind dat altijd heel eng om te doen. Vooral de eerste keer. Vind je ook met oogdruppels? Of doe je dat nooit? Nou, je hebt lens, heb je dat wel eens goed te doen, toch? Nee, ik heb nog nooit gedaan oogdruppels voor me. Ik heb nog nooit ontstoken ogen gehad, gelukkig. Nee? Nee? Gelukkig niet, dan moet ik een bril op. Ik heb wel een bril, maar daar kan ik niet op kijken. Dat is helemaal raar. Oh, het voelt zo lekker. Ja, ja. Dat is zacht, gelijk. Ja. Ja. Als je gewoon echt heel veel jeuk hebt. Ik mag niet krabben, maar nu is het gewoon even lekker verfrist. Ja. Zo lekker. Oh. Hier, de puntjes wel een beetje lelijk geworden in die koper. Zonde. Ja. Kijk wat we ook hebben. Spekjes. We gaan deze gewoon allemaal in die snoeppotjes daar doen. Vind ik altijd heel leuk staan. We proberen er van af te blijven. Oh, het is zoveel allemaal nog. Ik ga even al deze stopjes op mooie hangers doen. Want sommige zitten er op plastic. En ik wil alles op houten. En ik wil maar een paar hebben hangen en de rest in een bakje eronder. Dus ik ga even één rek maken met de lela tops en niet twee. Hulpje Simoontje is gearriveerd. Wat vind je ervan als je om je heen kijkt? Echt niet normaal. We zijn even lekker netjes aan het hangen. Ook die lela tops hebben we nu eventjes. Dit gaan we wel stomen.
allemaal even aan witte hangertjes gehangen. Hetzelfde gaan we ook nu doen met de leuke blousjes. Deze blousjes zijn toch geweldig. Even serieus. En dan zeg maar wat we niet meenemen of wel meenemen doen we gewoon in bakjes. Zodat we extra voorraad daar hebben liggen. Dus echt super nice. Oh mijn god jongens, deze gilets. Ik ben fan. Ik ben fan. Wow, die is wijd, die broek. Ja. Wow. Oh, maar dit is ook de grootste maat wel. Oh, deze heb ik zelf ook in het zwart. Die zit echt fucking lekker. En deze ook. Die is ook wel white. Maar dat scheelt wel met... Die wit is echt white, joh. Dan hebben we ook normale spijkerbroeken. Nieuwe. Echt heel mooi. En dan hebben we ook een nog iets lichtere wassing met een gat op de knie. En dan deze gilets. Oh my god. Ik hou ervan. En nog meer witte blousjes. Ben ik even aan het ophangen. En hier allemaal topjes. Hier ook allemaal leuke items. Wat heb je daar voor lekkers? Een broodje krapetje. Oh, lekker lekker. Mijn moeder is zo creatief. Kijk, wat het dus een beetje is. Oké, hier, ik kom niet bij deze kledingrek. We hebben bijvoorbeeld hele mooie spijkerpakken. Wacht, pak even deze. Hele mooie spijkerpakken. Maar die zijn gewoon echt die sleep over de grond. Mijn vader had het idee om emmers eronder te zetten. We zijn even naar de Action geweest trouwens net. Ja, ik vind het er echt lelijk uitzien. Maar ze slepen nu niet over de grond. Kijk, deze slepen wel over de grond bij normale hangers. Ja, we willen eigenlijk liever witte emmers, maar ja. Je hebt die QR-code nu ook afgetrokken, zeker. We kunnen het ook niet meer terugzien. We mogen gewoon een beetje een hoek van de stand doen, dat je het niet zo opvalt. Ja, doen we ook. Komt goed. Maar het is wel een goed idee, want kijk, nu zit hij perfect qua hoogte. Mm-hmm. Wat we ook hebben gedaan, we hebben zeg maar overal hebben we een paar maten van mee. Maar dit zijn zeg maar gewoon de pasmaten. Hebben we allemaal bakjes gevuld, zeg maar, als mensen dan wat kopen. Dat we dan ja, hieruit kunnen pakken. Hè? Zodat we gewoon de gestoomde items kunnen laten hangen. Hier hebben we allemaal broekrokjes, de blazers. We hebben ook allemaal glitterjasjes, glitterbroeken. Alleen onze broekhangers zijn op. Dus dat zijn deze. We zijn net in de stad gaan rondvragen, maar niemand is meer had. Dus ja, dit moet allemaal nog opgehangen worden. En dit gaat Simone aan op de beurs. Mijn zus, heel leuk blouseje met een oud roze blazertje, oud roze kort. En als kerst op de taart, de gouden boots. Ja, iedereen moet natuurlijk eventjes... Ja, heel leuk. Ja. Iedereen moet ook even iets leuks zijn van de webshop. Dus ik was even auto's aan het maken voor Simoontje alvast. Dus heel leuk. Ook deze tasjes hebben we even leuk opgehangen. Maar er, echt, het hier ligt hier zo vol. Het is echt niet meer te doen. En we hebben nog maar 2 bakjes over. Ik had dus allemaal bakjes ingekocht, zodat we dit eronder konden leggen. Maar ja, het redt zich allemaal wel. Het redt zich allemaal wel. Ja, woensdag komt er nog meer binnen, jongens. Kleur violet komt er nog bij. Oranje komt er nog bij. En nog wat van deze emerald. Want we hadden nog wel eens kort. Maar de blazers zijn uitverkocht. Hopelijk is het wel dezelfde kleur die binnenkomt. Ja, dat is verrassend. Anders doen we het wel terugsturen. Want het is echt zonde. Ja, dat kan. Ik ga mijn best doen. En oh my god, jongens. Deze gilets. Deze gilets zijn niet normaal. Ik zweer het. Ik moet niet vergeten om eentje voor mezelf mee te nemen. Want ik denk echt dat ze na dit weekend helemaal op zijn. Dit is gewoon echt zo'n eyecatcher. Als je dit ziet, als je denkt, ik moet dit. Ook met zo'n strikje erom. Ja, helemaal het. Ik heb die laarzen nog, hè? Welke laarzen? Zwarte. Oh ja. En dan hebben we ook deze leuke blousjes. Die doet Simone dus ook aan. En dan hebben we allemaal mooie spijkerbroeken. Ook met wit. Ja, echt niet normaal, jongen. Ik kan niet wachten. Ik heb vandaag echt een zwerfoutfit aan. Ik heb het ook eventjes mijn wenkbrauwen laten doen. Of mijn wenkbrauwen. Mijn nagels. Vandaag in ieder geval 1 nagel. 1 nagel is afgebroken. Dus ik wilde eventjes de middelvinger even laten fixen voor het weekend. Dus ik heb best wel veel uitgroei behalve op die nagel. Maar ja. Moest wel eventjes. Maar dit moet dus allemaal nog opgehangen worden. Maar ja, we komen er wel. Ik heb er zoveel zin in. Niet normaal. En daar hebben we even alle blouse. Ja, we hebben hier gewoon zeg maar wel alles wat nog opgehaald kan worden. Stel, iemand van ons moet nieuwe voorraad halen. We hebben wel echt het geluk dat de beurs hier onder ons zit. Dus stel, er is wat op, kunnen we het hier gewoon ophalen. Stel je voor, mama, we hadden niet het kantoor hier. Dan hadden we echt een heel groot hok moeten hebben met voorraad. Ja. Echt niet te doen. Nee. En allemaal lekkere spekjes voor in die bakjes. Echt leuk. Broodje binnenkaas niet eens gegeten, omdat Simone broodje kapasje hield en dat meisje. Echt erg. Echt erg. Weer lekker klaar met werken. Alle pakketjes weggebracht. Even boodschapjes gedaan. Even lekker gegeten. Ik heb even een truitje aangedaan met een pantalonnetje. Gewoon lekker basic. Ik ga even lekker een drankje doen op het terras samen met Tirza. Dus een dingetje van mij een beetje van vroeger. En mijn oog weer even een nieuw druppeltje gedaan. En dus ook geen mascara. Dus ik heb een beetje op.
maar dan geen mascara. En dan voelt het dus alsnog dat ik echt super kaal ben. Terwijl ik wel gewoon verdere make-up op heb. Maar omdat ik dus geen mascara heb, voelt het super kaal. Maar ja, ik ga het gewoon niet doen. Why should I do it? Because... Ja. Wil je ontstoken ogen? Nee. Dus dat gaan we lekker niet doen. Ja, ik ga even lekker in de auto richting het terras. En dan zie ik Kiers eindelijk weer. Echt lang geleden, man. Veel bij te praten. Wij zijn weer op kantoor en het is alweer dinsdag. Ik heb gisteren niet zoveel gevlogd, dus ik dacht ik doe er gewoon nog een dag bij in. Ik heb echt de hele dag mijn zonnebril op, omdat mijn oog dus een beetje ontstoken is. Of nog niet echt heel erg, maar ik ben het gewoon heel erg aan het voorkomen, omdat ik het wel echt voel opkomen. Deze sparkeljasjes zijn weer terug op voorraad. Echt super blij mee, in de mate S tot en met L. Maar als jullie dit kijken, ik weet niet of ze echt op voorraad komen. Want ik neem alles mee naar de beurs. Dus misschien dat ze super hard gaan, misschien niet. Alleen we hebben dus een beetje een probleem. We hebben dus geen broekhangers meer met van die clipjes om broeken op te hangen. En ik heb allemaal webshops benaderd, groothandels, maar niemand die het dus heeft. Eén groothandel zou het gisteren opsturen, is het vergeten. En ik heb het idee dat hij het toch niet meer gaat doen. Dus ik zit echt een beetje in stress van waar hadden we broekhangers vandaan. Ik zou het via bol.com kunnen bestellen, maar dat is echt 80 euro of zo. Dat ga ik echt niet doen. Ik zit een beetje in een dilemma van wat de fuck ga ik doen. Vandaag is alles in het thema van stomen. Want zoals je kunt zien, zitten allemaal van die vouwen erin. Op zich niet heel erg natuurlijk, maar het hangt gewoon niet heel netjes. Dus we gaan even zorgen dat alles even een beetje gestoomd wordt. Met deze stoomapparaat oprecht een Ara. Deze van Philips. Ik had die laatste in de korting gehaald. Dat is echt zo'n 30 euro is hij. Maar hij is echt goed. Hij is een beetje vies. Moet eens een beetje laten uit. Als daar een handdoek is, kun je die dan meenemen? Ja. En ja, oprecht een aanrader. Want we hebben bijvoorbeeld ook die. Die daar op de grond staat. Vind ik zelf echt wel minder goed. Dus deze, als jullie een goede stoomapparaat zoeken. Dan is dit echt wel een optie. Echt nee, we kunnen hier echt amper lopen. Maar ja. We moeten door. Let it be the first thing. Let it be the first thing. Let it be the first thing. When you come home to me. We hebben al dit rek al helemaal gestoomd inmiddels. Ook dit rek. Kijk, het ziet er gewoon een stuk netter uit. Die mouwtjes zijn gewoon een beetje gestoomd. Nog niet natuurlijk helemaal prietje precies. Want dan ben je gewoon heel lang bezig. Maar het ziet in ieder geval echt wel een stuk netter uit. Je moet vooral zorgen dat de zijkanten netjes zijn. Want dat is wel hetgene wat je ziet. Op het rek, ja me? En we gaan nu beginnen aan dit rek. Oh, deze twee kleuren samen alleen al. Geweldig. Hallo. En we staan jullie opgehaald van school. Baby aan de bel. Mama houdt van jou. Nee. Mama houdt niet van jou, baby. Deze kopjes heb ik ook nog. Baby aan de bel. Heng. Heng. Ken je jou? Heng. Jij wil een loelie openmaken. Waar is die? Welke? Weet ik niet. Huh, die heeft aan mij gegeven, maar ik ben ook voor... Oh, daar. Gevonden. Ik ga hem openmaken voor jou, ja? Ben jij? Oh, ik hè? Niet jij? Nee. Oh. Jij moet openmaken. Lieve Melanie, tante. Wil je die openmaken voor mij? Lieve Melanie, wil je die openmaken voor mij? Niet dat tante. Dat versta ik niet hoor. Heng. Nee. Huh? Heng. Moet jij naar het water, hè? Heng. Lieve Melanie, wil je die openmaken? Die zijn al. Ja, je hebt al pakken. Nou, jongens. We zijn weer thuis van het werk. En we hebben letterlijk heel de dag gestoomd. Dus gewoon heel de dag gewoon blazers en pantalons en broekrokjes. Stoom eigenlijk staat het nergens op. Want als mensen het gaan passen, dan...
is het of al in de kreukel. Of mensen willen dat halen. Maar wat zeg maar een beetje de bedoeling is, we hebben een paar pasmodellen. Die zijn gestoomd. En dan hebben we, zeg maar, als mensen het dan kopen, dan pakken we dus gewoon een nieuwe vanuit de plastic. Zodat het gewoon netjes blijft. En dat we dan gewoon de voorraad vanaf de plastic, zeg maar, mee kunnen geven. Dus dan heb je echt helemaal een nieuwe en een schone. Maar ja, ik ben gewoon bang dat het op een gegeven moment dan al alsnog allemaal misgaat. En dat het allemaal gekreukeld is. En dan hebben we dus helemaal voor niks gedaan. We hebben letterlijk, denk ik, 8 uur of zo gaan stomen. Mijn rug. Het is niet normaal. Maar vandaag ga ik koken voor de fam. Voor mama, papa. Itzani en Ludie eet hier ook. En mijn papa ook. Want mijn zus die is naar Kaapstad. Super vet. Echt super vet. Voor 3 dagen ook echt. Ze ging PBN. IBPN of zo. Want haar, de zus van Sylvan, die is stewardess. Dus kon ze lekker goedkoop mee naar Kaapstad. Fucking dik. Maar nu ga ik lekker koken. Pasta pesto. Met spinazie, courgette, broccoli. Oh. Jaloe, je hebt niks gegeten. Broodbakje van Jaloe van vandaag. Oh, wat heeft ze? Ze heeft alleen de tomaatjes gegeten. Ja, dan drank ze morgen geen brood mee. Ze had aardbeien, dus. Ze aardbeien laat ze liggen. Jaloe? Nee, ik ben natuurlijk aan lekker. Oh, mama zei, doe maar pindakaas brood morgen voor hem. Dat vind je niet lekker? Oké, wat we gaan gebruiken. Normaal maak ik het met pennen. Maar ik ben pennen make zelf. Want ik heb deze week precies het recept al gemaakt. Dus ik dacht echt wat anders. Namelijk farfalle. Crème fraîche gaat er doorheen. En pesto als, ja, saus. Dan heb ik als groente dus broccoli, spinazie. En niet te vergeten natuurlijk de courgette. En dan nog wat kipfilet. Super lekker. Ik ga het lekker maken. Let's go! Dit is pasta pesto. Wel, weliswaar. Dit is pasta pesto. Nee. Oh. Stomme lamp. Wat een saai uur. Vroeger ben ik altijd als ik hier in Leeuwarden ben. Ik weet niet waarom. Maar ik ben altijd super druk met werk. En dan vergeet ik gewoon een beetje om te filmen. Terwijl ik wel echt eigenlijk allemaal interessante en leuke dingen doe, vind ik zelf. Maar dan ben ik gewoon veel te gefocust op werk. En ja, dat is natuurlijk ook prima. Maar dan denk ik echt wel van, oh, heb ik een saaie vlog. Zo, jullie gingen net even lekker in bad. Dus we gaan nu ook lekker naar bed. Ik ga eventjes kijken bij vakantiediscount. Want ik wil echt super graag in april. Gewoon even een paar dagjes naar een lekker warm landje. Super veel zin in. Oh jongens, soms echt, dan ben ik zo blij. Ik probeer echt, zeg maar, iedere dag bijna een vlog te uploaden. En dan ben ik echt zo'n trots momentje. En ja, ik heb sowieso wel de laatste tijd wel wat meer dat ik denk, oké, ik ben goed bezig. En dan upload ik mijn vlog. En de enige reactie die ik krijg is gewoon mensen die zeuren over hoe ik leef. En ik word er gewoon helemaal gek van. En het is gewoon best wel demotiverend, want ik vind het echt leuk. En soms denk ik echt, de enige reactie wordt er geplaatst in negatief. Kijk, de laatste tijd is gelukkig ook een paar mensen die positief zijn. Maar gewoon echt 60% van de mensen die reageren is gewoon negatief. En het is gewoon heel veel bemoeien met mijn leven. Wat natuurlijk logisch is, want ik zeg mijn leven op internet. Maar dan ben ik bijvoorbeeld zeg ik dat ik gezonder eet. En dan ligt er toevallig achter mij een chocoladereep in beeld. Die ook echt van een maand geleden van de bioscoop een keer was. Die ik nooit meer op heb gegeten. En wie de fuck zegt, als jij gezond leeft, dat er geen chocola meer in je huis mag liggen. En überhaupt, wie zegt dat als je gezond leeft, dat je nooit meer chocola mag eten. Echt, soms word ik gewoon zo boos en dan wil ik mezelf gaan verantwoorden. En ik, waarom fuck zou ik dat doen? Want al at ik elke dag McDonald's, al at ik elke dag chocolade, moest ik het lekker zelf eten. Maar toch denk ik van, maar ik ben zo goed bezig. Waarom blijf ik niet zeuren? Maar ja, hoort erbij, hoort erbij. Ik moet het accepteren. En ik moet er ook niet veel op ingaan, boeien.
heel de dag gestoomd. Ik moet even wat prijslijsten gaan maken nog. Voor bij de beurs op elke rek heb ik ook een prijslijst. Even nadenken. En ik wil echt even wat vlogs editen. Ik wil in de sales dat ik moest een story uploaden van een samenwerking. Oh.